als je kijkt wat voor toekomst hij had kunnen hebben. En dat hij nou ineens ja, komt vast te zitten. Want dat doet wel wat met je, weet je. Ik denk ook juist dat hij echt met voetballen heel veel had kunnen bereiken. 18, 19, heb ik in totaal bijna 4 jaar vastgezeten. Ik had alle volle vertrouwen dat hij echt dat kon bereiken. Maar als je dan komt vast te zitten, dan ga je echt gaat wat wel door je heen. Dames en heren, goedenavond. Welzijnsorganisaties in Utrecht slaan alarm over de steeds grotere groep jonge kinderen die niet te hanteren is. Winkelcentrum Gagelhof in Overvecht. Hier hangen vaak kinderen rond. Probleemkinderen. Wat willen jullie mee? Ga weg met die camera. Wat is er dan? Niet filmen. Niet filmen. Niet filmen. Ik ga die camera kapot maken. Voordat die camera kapot maakt. Ik ben Mohammed Hedy. Ik kom uit Utrecht. Ik ben 29 jaar inmiddels. Ik ben gelukkig getrouwd. Ik heb een dochtertje van bijna 5. Ik heb 4 kleine broertjes. Dus ik ben de oudste van het gezin. Mijn moeder en vader, alhamdulillah, die leven nog. En ja, opgegroeid in Utrecht, Overvecht. Mijn hele leven lang. En ja. Nou Mohammed, we zijn hier in Utrecht, Overvecht. Hier is het allemaal begonnen, hè? Ja man, hier ben ik soort van geboren en opgegroeid. Deze flat hierachter. Je hebt 3 flats eigenlijk die omringd zijn hier. Hier zijn we echt met z'n allen opgegroeid, alle jongens. Hier leefden we met elkaar, alles deden we hier met elkaar, man. Ja, hier veel op straat. Je ziet hier ook al veel beweging op straat. Is het altijd zo geweest? Altijd, altijd. Drukke boel. Mijn ouders kunnen hier ook niet meer weg. Omdat het gewoon echt, ja, hoe moet ik zeggen, het is levendig, snap je? Ja. En daarom willen ze niet weg, man. Dit is echt voor hun omgeving. En ik moet eerlijk zeggen, ik ga ook niet weg hier, man. Ik ben toch verslaafd hieraan. Woon jij hier ook nog steeds? Of? Ik woon hier in de buurt nu, maar ik kom weer terug hier naartoe. Want je mist het toch wel, man. Ja. Ja, man, je mist het echt. Ja, man. Op een gegeven moment op jonge leeftijd valt op dat je goed kan voetballen, beter dan de meeste leeftijdsgenoten. Wat gebeurde er toen? Ja, je moet je voorstellen eigenlijk, je bent de hele dag door buiten aan het voetballen, hè? Met 5 jongens thuis. Is een drukke boel voor je ouders. Vader die werkt en moeder die thuis zit met 5 jongens. En ik denk dat ik ook praat voor de rest van mijn omgeving waar ik ben opgegroeid. Dus je bent het meest ben je op straat eigenlijk. Als je zodra je wakker wordt, eet je snel wat, bam, naar buiten. Hele dag door voetballen. Daar komt eigenlijk, die talent komt daar wel een beetje naar boven toe eigenlijk. Ik was bij het team, trainde een voetbalteam en toen hadden we spelers nodig. Toen zei dus vader, ja kijk even naar Mootje. En toen heb ik hem uitgenodigd op de training. Ja, wat ik zag aan Mo, echt een uitstekende voetballer. Het eerste team dat we gingen voetballen was Mo erbij. Ja, wat hij liet zien daar. Ja, als ik echt maar terug moet denken aan Mo, met zijn voetbalkwaliteiten, wat hij kon met de bal, het was gewoon ongelooflijk gewoon. Na een paar jaar werd ik al gescout eigenlijk moest ik voor een training komen bij FC Utrecht. En ja, ik heb er een paar maanden gevoetbald en daarna ben ik naar PSV gegaan. Ben ik met Younes Mokhtar in met Najah naar Eindhoven gegaan. Dat deden we 3 à 4 keer per week. En ja, dat was toch wel, als je het over voetbal hebt, was dat wel altijd een fase in mijn leven dat mooi was, man. Zullen we eens even gaan kijken of je die voetbalkwaliteiten nog hebt? Ja, dat weet ik niet echt, maar we gaan kijken of ik dat nog kan, man. Zo, kwaliteit hier. Hier zit alleen maar kwaliteit, hè, denk ik, hè? Ja.
kunnen ook eigenlijk voetballen met hun. We hebben geen energie, hè? Ja, kunnen we doen. Ja. Sally heeft ook balgevoel, jongen. Sally heeft ook balgevoel. Even op adem komen zo, hè? Ze maken ons moe, hè, die kleintjes. Zit wel goed met die voetbalskills, hè? Ja, man. Goed snel moe. Ja. Word oud. Maar weet je wat ik me afvraag? Als je hier als jong jongetje hebt hier dus tot de nachtelijke uurtjes gevoetbald, waar gaat het dan mis? Waar begint het? Hoe gaat dat? Je hebt eigenlijk, als je kijkt, zijn alle jongens gewoon levendig en alles. Niks is mis. Maar tot op een gegeven moment een leeftijd komt van 12, 13 en iets volwassener wordt, dan heb je meestal van de 10 jongens altijd 2. Weet je, minimaal 2 die een beetje de verkeerde kant op gaan. En dan is het aan jou om hun mee te gaan met hun. Of te denken van nee joh, dat is slecht, weet je, het is net zo roken. Ja, het was een moeilijke tijd eigenlijk voor mij. Ik gedraagde me niet. Op school niet. Ik luisterde gewoon naar niemand. Op school ging het eigenlijk al mis. Hè. Ik ben in groep 4 eigenlijk al gelijk van school gestuurd. En dan denk je, ja, een jongetje van, wat zou ik zeggen, 8, 9 jaar die van school wordt gestuurd. Wat moet je dan in godsnaam doen, weet je? Om dat voor elkaar te krijgen. Nou, ik was heel opstandig, oppositioneel. Uiteindelijk kom ik in groep 7. En maak ik een entreetoets en komt er naar boven dat ik eigenlijk VWO moet gaan studeren. En dat is het moment eigenlijk dat de leraren en zo eigenlijk zoveel mogelijk geduld met mij probeerden te houden. Omdat ze wisten van, hey, deze jongen, het is geen domme jongen, laten we dat voorop stellen. Maar zijn gedrag is gewoon zo erg, we moeten een beetje meer geduld met hem hebben. En uiteindelijk hebben ze heel veel geduld gehad, het liep gewoon niet. Ik was heel opstandig, ik wou altijd het baasje zijn in de klas, grapjes maken en kijken, elke keer de grens opzoeken. En dan kom je in een fase eigenlijk dat je negatieve vrienden gaat krijgen daardoor. En ja, dan begint het eigenlijk al heel vroeg met het stelen en op straat. Hè. Je begint bijvoorbeeld bij een winkel en zo. En ja... Naarmate je ouder wordt, wordt het alleen maar erger. Terug naar Utrecht. David en Jan spotten een auto waarvan de bestuurder de snelheidsregels volledig aan zijn laars laat. Het is 2 uur in de nacht, heb je niet wat beter te doen. Juist, dan is het juist. Mensen die stelen, ga je hun niet aanhouden, ga je ons hier aanhouden. Waar slaat dat op, meneer? Nou, je kan even gewoon normaal doen. Het slaat helemaal nergens op. Ik doe gewoon mijn werk, dus je moet gewoon even normaal doen. Dat is klaar. Je bent racistisch. Ja, ik ga gewoon bloed onder de nacht, dan zonder dat ik je beledig. Dat kan toch ook? Ja, alles kan. Ja, daarom. Alles kan. Ja, alles kan. Thee kan, koffie kan, je hebt zelfs mayonaise kan. Als je... Ja? Ja. Waar moet je me aan mij zitten? En niet aan mij zitten, weet je. Als ik zo achter u ga lopen, vind je ook niet fijn, zie je? Zag je je beweging? Zag ja, je dat? Ja, hij komt voor, dus dat... Achter is altijd niet goed, weet je, als iemand achter jou iets gaat doen. Je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Hé, hey, wat is de verklaring voor dat je geen kentekenwijs bij je hebt? Verklaring eigenlijk zwijg ik altijd, maar bij deze keer... gun ik jou wel eventjes een paar woordjes. En dan komt het moment dat je dan dus in een internaat terechtkomt. Kun je ons meenemen naar dat moment? Hoe was dat voor jou? Nou, het was een zwaar moment. Vooral voor mijn ouders natuurlijk. Ik denk dat ieder ouder niet wil dat een kind uit huis wordt geplaatst. Vooral op 14-jarige leeftijd niet. En dat was zwaar, man. Want ik kwam daar aan. Kijk naar die omgeving, weet je. Ik denk, shit, waar ben je? Hoe dan? Weet je, en hoe lang moet ik hier blijven?
En ik kwam daar naar binnen, ik zie andere 12 andere jongens daar. En ja, het was allemaal het kaliber van moeilijk opvoedbaar eigenlijk. Onhandelbaar. Je had verschillende mensen om je heen, jongens om je heen. De een die hield niet van school. De een had ruzie met zijn ouders thuis. De een ouders gescheiden en veel problemen. En dan kom ik eigenlijk als jongen daar terecht die een heel goed gezin heeft en goed wordt opgevoed. Dus ik kon mij niet vergelijken eigenlijk met die jongens. Het was bij mij meer het probleem van buiten. En dat was heel moeilijk voor mij. Ik kreeg elke week bezoek. Die jongens hadden geen ouders of wat dan ook, of problemen. Maar ik was altijd degene die met bezoek kwam. Dus ik denk, ik hoor hier niet, weet je wel. Eerste keer dat je vast zat. En dat je vast kwam te zitten. Hoe was dat voor je ouders? Moeilijk, man. Moeilijk, heel moeilijk. Moeilijk, ja. Vooral voor mij, ja, moeder sowieso. Moeder is het ergste, die zit het ergste ermee. Ik weet nog dat ik kwam vast te zitten. Ik moest naar de rechtbank. Mijn vader, die was daar, weet je. Dat was wel heftig, man. Ik heb hem nog nooit zien huilen. Ja, dat was het enige moment, man, dat ik hem heb zien huilen. Ik denk, je zoon wordt profvoetballer. VVO. Hij denkt, ik heb een zoon die het gaat maken, man. En dan hoort hij dat ik naar een gevangenis moet. Dat was wel heftig, man. Dat was echt heftig. Nou, dan zitten we hier in een binnenplaats. Ja, man, dit is... Herkenbaar? Ja, man, dit is de luchtplaats. Oké. Okay. Ja, man. En hoe vaak kwam je hier? Je hoe kwam vaak hier mocht je sowieso luchten? Eén keer in een dag. Je had sowieso een uur had je gewoon recht op. Maakt niet uit hoe of wat. Hmm. En dan kom je hier eigenlijk. Meestal heb je wel wat dingen hoor. Dus je hebt bijvoorbeeld werk. Eén keer per dag een uur. Eén keertje voetballen. In ieder geval als je goed gedraagt. Hè. Ja, oké. Okay. Ja. En hier als je echt gast wil worden, dan kun je hier alle oefeningen doen, denk ik, of niet? Ja, zit dat er nog in? Zit dat er nog in? Ja. Oh, mashallah. Nee, maar hier kun je allemaal dingen doen, man. Ja, mooi, man. Hier worden wel groepjes gecreëerd hier, hoor. Oké, op basis waarvan dan? Op basis van, Nederlandse jongens, mannen... Je hebt de donkere broeders en je hebt Marokkanen, Turken. Zoals we dat kennen in de films, dus gewoon ja, eigenlijk wel. Van, maar het is echt zo, man. Het is wel een beetje de waarheid. Oké. Okay. Wat is het maximaal haalbare in dat leventje? Kun je superrijk worden zonder bang te zijn voor politie, vijanden? In dat leventje kun je niet superrijk worden en rustig leven. Rustig leven. Ik voelde mij eigenlijk altijd een soort van paranoïde. Ik had altijd het gevoel dat iemand me achterna zat. Altijd. Dat een Nederlands stel in een auto zit. En ik zit in mijn auto. Ik ben ervan overtuigd, ze volgen mij. En ik stop gewoon en ik doe die deur open. Van, hé, ik heb jullie door, hè. En die mensen kijken me aan, die denken, wat is dit, joh? Wat is er met deze jongen? Met je, ik heb je door. Die mensen kijken me aan en zeggen, wat is er nou? Ja, ik wil alleen zeggen dat ik jullie door heb. Ik schrijf jullie kenteken op, dit, dat. Dan loop ik naar de auto. Ik zeg tegen mijn vriend, zie je? Dat was ook eentje van de politie, hè? Zie je dat? Precies waar ik moest zijn, stond hij geparkeerd en zo. Ja, die is alles aan het checken. Je gaat niet met rust leven, man. Je gaat echt niet met rust leven. Echt niet, man. Door een ernstige drugsfeit ook weer jaren later gepakt. In de Haarlem Koepel gezeten. Ik ben 6 maanden ongeveer geobserveerd door de politie. En die hebben me achterna gezeten. Die hadden een heel groot boek voor mij tijdens de aanhouding. Een paar weken later gebeurde het. Ik stond geparkeerd. Ik kon niet
ben ergens gegaan om iets af te geven en ik kom terug. En ik zei al tegen die vriend van mij in de auto, ik word gevolgd, echt, weet je. En die jongen zegt, doe normaal, hey, die bent een beetje paranoïde, dit en dat, hij rookt te veel hash en bla bla bla. Ja, ik zeg, ik weet het zeker, maar nu weet ik het echt 100% zeker. Nou, voordat ik het kon afmaken, ik doe de auto aan, kijk in de binnenspiegel en ik zie twee scooters. Ik kon niet meer vooruit, dus ik moest achteruit. Uiteindelijk voelde ik toch zo'n, mijn instinct zei, dit klopt niet, weet je. Dus ja, domme actie, vol gas achteruit. En ik voelde de auto ook een beetje zo omhoog schieten eigenlijk. Dat betekent dat ik over iets heen ben gereden. Heel veel lawaai. Ik kijk naar links, glas kapot. Oh, ik denk klaar, weet je. Dit is het eind. Dit is het einde. Glas is kapot, er is geschoten nu net op mij. Door alle kabaal en zo, weet je. En ik kijk naar rechts, ik zie die vriend van mij. En ik zie een man gewoon in de auto. Die hem probeert eraf te trekken. Lukt niet. En ik krijg gewoon weg. Met die man in de auto. Nou, die man, die was meegetrokken eigenlijk. Uiteindelijk gevallen op de grond. Je bent gewoon in overlevingsinstinct. En achteraf blijkt dat het de politie was. Nou, ik rijd weg en allemaal sirenes hoorde ik. Mijn handen zo, ik doe niks, weet je. Want ik denk, ja, ik heb agenten aangereden, straks schieten ze me dood. Dus handen eruit en ik kom en ik moest ze volgen op mijn knieën, op mijn buik. En op een gegeven moment weet ik nog precies, ik lag op mijn rechter wang op de grond. En ik hoor, nee, niet doen, weet je. Een agent die dat zegt. En ik kreeg echt een trap. Achteraf gezien, als ik zo de dossier heb gelezen, joh, toen stond ik wel stil van en las ik wat die agent eigenlijk schreef. Hè. Zijn intentie was dat hij op mij zou schieten. Dat lees ik ook gewoon. Ik wou schieten op de verdachte, maar een collega zat op die vuurlinie. Vergeet het nooit meer dat ik dat las. Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg zo'n kippenvelmoment. Waarom? Omdat ik dit niet gewend ben. Normaal ben ik dit gewend met allemaal geluid om me heen. Ja. Gedetineerde. Bonken, ja, schreeuwen. Ja, bewaarders, ja? Die dan rondlopen. Ja, man. Dit is echt waar je dan verblijft eigenlijk, hè? Dit wordt dan je nieuwe huis, man. Ja. Kijk eens, man. Dit is toch... Het is wel heel krap. Kleinerend eigenlijk, hè? Dat je hier eigenlijk zit. Soms met twee, hè? Soms met twee? Ja, serieus. Gewoon stapelbedden hier. Ja, en dan heb je een stapelbed. Ja, dit is wel heel krap. Hè? Ja, normaal hier een bed. Als je dan ervan uitgaat dat je alleen bent, heb je hier een bed. En dan hier een tv eigenlijk. Kun je daar aansluiten. Bizar ook, dat je die markeringen ziet van iemand die hier heeft gezeten. Heeft gezeten en heeft gecrepeerd. Ja. Heeft geleden, man. Eigenlijk. En hier dan een koelkast. Volgens mij een koelkast heb je ook recht op. En daar allemaal knopjes van licht aan en licht uit, denk ik. Kijk. Ja? Kun je ook... Ja, kun je drukken. Ja. En dan gaat het licht aan. Zie je? Oké. Ja, man. En hier kun je ook bellen naar de bewaarder als de deur dicht is. Ja. Douche. Douche wc, man. Wc. Nee, douche. Ja, dat valt me op dat er geen douche... Nee, man. Douche is samen met... Oké, echt een groepsdouche. Ja, groepsdouche, ja. En dan douche je ook gewoon gezamenlijk met... Ja, wel een beetje privacy, dat wel. Oké, ja. Deuren dicht. En kijk, dit is je wc. Super klein inderdaad, ja. En ik weet bijvoorbeeld, als de deur dicht gaat... En op een gegeven moment in het begin van de avond, zo avond... Komt er altijd zo'n bewaarder even een ronde doen of iedereen in zijn kamer zit. Ja. En dan doet hij luik open. En dan moet je voorstellen eigenlijk dat je hier zit, hè. En je behoeften zitten, toch? Of ja. Wat dan ook. Ja. En dan moet je toch echt wel laten tonen dat je er bent. Hij kan niet even wachten. Hij kan niet wachten. Hij moet zijn rondje maken. En dan steek je even een handje uit. Ja, steek je even een handje uit. Yo, ik ben er. Ja. En klaar. En dat hoe vaak op een dag? Dat doet hij één keer in de avond. Oké. Ja, om even te weten dat je erin dat bent. Dat je er nog zit. Op 18-jarige leeftijd heb ik mijn beste vriend verloren, man. Noord in Larchmo. Ja, dat was heftig, man. Dat was wel heftig. Ik was, ja, ik
weet niet, man. Die vind ik wel een beetje, ja, emotioneel. Die heeft mij wel geraakt, man. Echt. Dit is de plek, man, waar mijn beste vriend Larimo is overleden, man. Ja, 19 maart dit jaar, was 10 jaar geleden, man. Was ik ook eventjes gaan kijken. En eigenlijk hier precies op deze plek, hier, is hij overleden, man. Larimo. Hij is daar verderop, twee flats verderop is hij neergestoken. En hij dacht, Larimo, in de auto stappen en rijden. En je ziet hier allemaal ambulances. Dus ik denk dat die Larimo dacht van, ja, hier kan ik gered worden, weet je. Maar er was helaas niemand, man. Ja. En 19 maart stond jij hier, even. Ja, man. Even terugdenken daaraan, man. Het is toch een datum die bijblijft, man. Als ik klaar ben met bidden, dan vraag ik om dua en dan begin ik bij hem. En ja, mogen Allah hem het beste plekje in het paradijs geven, zeg ik dan. Amen. Amen. Ja, man. En dat zal ik voor altijd blijven doen, man. Voor altijd. Gewoon voor altijd. Totdat het niet meer kan. Kijk, ik heb heel vaak vastgezeten. Gelachen erin, lachen eruit. Heel gek. Vond het helemaal niet erg. In sommige gevallen vond ik het zelfs leuk. Echt heel gek. Maar de laatste keer was in P.I. Zaanstad. Ik had een dochter van 3 maanden. Dat was pijnlijk, man. Ik kom aan in het politiebureau. Hij doet die deur open van de cel. Hij doet hem dicht. Precies dat moment, ik heb geen over te geven, weet je. Dat had ik nog nooit gehad. Dus ik denk, oh man, dit moet ik niet meer meemaken, man. Dit is niks meer voor mij, man. Vastzitten is niks meer voor mij. Ik denk ook dat dat zeker te maken heeft met mijn dochter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kef halak achi, begeer. Hoe gaat het? Allah ibarak fiek, hoe vaak heb ik je niet gezegd? Deze dunia is tijdelijk, broeder. Laat deze dunia, dit blijft niet voor altijd. Ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Wat bij jullie is, wat bij ons is, raakt op. En wat bij Allah is, dat blijft. Deze dunia houdt ons voor de gek, maar wallahi, het stelt niks voor. En ga je toch door, dan eindig je als een van de twee. Of dood, of vast in de cel. En jij weet dit beter dan mij. Walillahi alhamd. Deze dunia, deze lust, geld, etc. Vrouwen, wat je ook wil. Is allemaal tijdelijk. Het gaat allemaal van je wegrennen. Als het niet in deze dunia van je wegrent, dan rent het in het hiernamaals van je weg. Mohammed, als je kijkt naar je leven van toen en je leven van nu. Wat is het grote verschil? Rust. Rust in het hoofd, gewoon rust in mijn omgeving. Dat is denk ik het grootste verschil vooral. Ja, in dat leventje was het altijd om je heen kijken, niemand kunnen vertrouwen. Wat is dat en wat loopt daar en wie is dat, waarom kijkt hij naar mij zo, weet je? Altijd eigenlijk een beetje argwanend, heel erg paranoïde. En nu heb je dat helemaal niet. Kijkt er iemand naar je, kijk je weer terug, zwaaien, weet je? Alles is positief. Dat is wel zo, man. Welke rol speelt islam nu in jouw leven? Nu speelt het echt best wel een grote rol eigenlijk. Waarom? Ik voel die verantwoordelijkheid eigenlijk. Verantwoordelijkheid omdat ik goed bezig ben. En ten tweede ook natuurlijk mijn dochter die ik heb. Die moet ik wel het goede meegeven, snap je? Ik kan haar niet dwingen of wat dan ook, maar mijn verplichting is gewoon haar islam meegeven. Als ze haar ouders niet ziet bidden, bijvoorbeeld. Hè? Wat gaat er gebeuren? Ga je haar dan vertellen van hé, je moet bidden? Hey, waarom moet ik bidden? Papa bidt niet, mama bidt niet, waarom zou ik moeten bidden, snap je? En nu, alhamdulillah, mijn dochter die... Als ik ga bidden, ik heb voor haar zo'n kleine gebedskreet gekocht. Kan ze gewoon naast papa komen en dat doet ze ook automatisch. Als ze zin heeft, ze is jong, hè.
Dus als ze zin heeft, pakt ze het gebedskleed, gaat ze naast mij. Allahu akbar, weet je, dat vind ik wel mooi, man. Dat is echt mooi. Je maakt halal geld. Wat is het verschil tussen beide? Hoe ervaar je dat? Wat is het verschil tussen beide? Ik verdien nu veel minder. Maar ik heb er een beter gevoel bij, alhamdulillah, ja. Ik kom rond, ik eet, mijn dochter eet, mijn vrouw eet, de huur wordt betaald. Ik heb nog wat geld voor leuke dingetjes. Alhamdulillah, ja. Ik zie het geld terug. Want het was met haram geld niet, man. Ik zag het niet. Ik was sowieso nooit hele dure kleren en zo. Daar was ik sowieso niet van. Maar toch is het geld weg. Ik begrijp het ook niet. Het gaat in niks. Haram geld gaat in niks weg, man. Voordat je het weet is het weer weg. Er zit geen barakka in. Zeker niet, man. Zeker niet. Ja. En waar stop jij nu je energie in? Waar ben je mee bezig? Mijn gezin gaat sowieso, daar gaat heel veel energie naartoe. Maar ook probeer ik buiten mijn werk, hè, als personal trainer, probeer ik natuurlijk ook te kijken of ik met een eigen bedrijf startend, ZZP'er, om ingehuurd te worden eigenlijk door instanties of wat dan ook, om met jongeren te werken. Met jongeren die echt problemen hebben, weet je. Die in de gevangenis zitten of wat dan ook. Of die juist net vrij zijn, die hun leven willen beteren, maar ze weten het niet meer. Daar wil ik wel wat mee gaan doen. Ja, man. Wat zou jij tegen die 14, 15, 16-jarige Mohammed Hedy willen zeggen? Ten eerste sowieso focus je op het gebed. Focus je op de islam. Want daar zijn heel veel goede dingen uit te halen. En een hele belangrijke is vermijd vrienden, man. Vermijd vrienden. Vooral in die omgeving waar ik in zat. Vermijd ze gewoon. En als je zegt vermijd vrienden, dan bedoel je vermijd foute vrienden. Daarom zei ik ook in mijn omgeving, ik zou gewoon dat zo meegeven aan die Hedy. Gewoon die vrienden, zo min mogelijk vrienden op dat moment. Dankjewel. Geen probleem. Beste broeder, luister goed, ik wil iets delen met je. Ik zie je bent op zoek naar geluk als de meeste mensen. We hebben veel gunsten, terwijl we het niet eens beseffen. Gelukkig zijn is niet te vinden en fame hebben. De meeste depressief, maar laten het niet zien. We voelen ons benauwd bij het verlaten van de dien. Harten zijn gevuld met liefde voor de wereld. Vergaten het hierna, maar ze gingen liever voor die euro's. Leg je vertrouwen in Allah alleen. Hij is degene die geeft en die neemt.